Ik ben Eppe Wolfis, ik ben manager afdeling informatisering en automatisering bij Lentis. Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en wij hebben als verzorgingsgebied Groningen en de Kop van Drenthe. Ook hebben we vestigingen PsyQ en dat strekt zich uit naar de rest van het land, onder andere Hilversum, Enschede en Hogeveen. In totaal werken er 4500 medewerkers bij Lentis. We vinden het belangrijk dat cliënten zeg maar, met hun verhaal bij Lentis terecht kunnen. Voor Lentis zijn drie dingen heel belangrijk. 1 is het effect van behandelen, is de kwaliteit van onze dienstverlening en 3 is de efficiëntie van onze bedrijfsprocessen. De Raad van Bestuur van Lentis heeft besloten tot het inrichten van een nieuw project Infralink, omdat ze ook voor de toekomst klaar wil zijn om een toonaangevende zorg te kunnen verlenen. En voor toonaangevende zorg betekent dat er een toonaangevende IT-ondersteuning nodig is voor de toekomst, om onze cliënten de beste zorg te kunnen leveren. Het project Infralink voorziet in de nieuwe infrastructuur voor Lentis. De nieuwe infrastructuur voor Lentis moet de basis zijn vooral voor de nieuwe zorgontwikkelingen die komen, waarin mobiliteit en beschikbaarheid eigenlijk van groot belang zijn. Daarom zeg maar, is het belangrijk dat er een solide infrastructuur neergelegd wordt die voor de komende jaren weer de basis kan zijn voor de ondersteuning van onze cliënten. Ik gaf net al aan in de drie kernwaarden voor Lentis dat efficiëntie van bedrijfsprocessen heel belangrijk is. Om daar zeg maar, invulling en inhoud aan te kunnen geven is het belangrijk dat we de juiste productkeuzes maken. In de keuze voor NetIQ denken we de juiste partner te hebben gevonden voor een aantal belangrijke verbeteringen in ons netwerk. De eerste belangrijke stap is dat we ons personeelssalarissysteem koppelen aan ons netwerk. Daarmee is het voor ons mogelijk om de gebruikers aan en in dienst en uitdienst te zetten. En dat scheelt veel werk op onze helpdesk. Een volgende stap is dat wij een self-service willen aanbieden aan onze gebruikers, waarmee het makkelijk wordt om zelf applicaties aan te vragen, maar ook applicaties te verwijderen. En dat zou ook heel veel gebruikersgemak en gemak opleveren zeg maar, bij de mensen van Lentis. Een ander belangrijk punt is de controleerbaarheid van toegang. En toegang in de ruimste vorm. We zien natuurlijk dat we toegang fysiek zien tot servers, maar ook in meerdere mate tot virtuele servers en zelfs tot de cloud. En de cloud is iets wat nu nog vrij eng is in de zorg, omdat je natuurlijk niet weet waar de informatie staat, maar met de oplossing van NetIQ zijn we in staat om zelfs daar controle uit te oefenen op wat wel en niet toegankelijk wordt. Wij hebben gekozen voor NetIQ Identity Manager Advanced Edition, omdat het voor ons belangrijk is dat wij weten welke medewerker toegang heeft tot cliëntinformatie. Lentis staat voor de mens en zijn verhaal. Er is Lentis dan ook veel aan gelegen om zeer zorgvuldig met de privacygevoelige patiëntinformatie om te gaan. Voor Lentis was de op rollen gebaseerde oplossing van NetIQ Identity Manager de beste oplossing.